Iemand van de omroep Gelderland. Raar, hè? Ja. Zelfs met die Europese hoofdprijs, met de huisprijs. Nou, nooit stelt. Hebben ze zelfs maar opgebeld. Niet dat gekund, maar dat was de bedoeling nog net niet. Nee. Het zijn van die korte dingen. We reden langzaam over smalle wegen door Dithmarschen. Onophoudelijk sloegen dwarse rukwinden tegen de wagen. Ik vreesde dat ze onze kever van de weg af zouden drukken. De akkers waren leeg. In de weiden, achter stenen schuurtjes, schuilde paarden voor de wind. Een enkele trekker zwoegde in de zware klei bij afgelegen boerderijen. Een horizon zonder obstakels, wolken scherend over het land. Mijn stemming klaarde op terwijl het weer versomberde. Het is herfst of bijna winter. De schilder wil het zo. Bekijk het maar. Een zeelenlandschaft zonder mensen, een verdoken buitenplaats. Misschien een beeld om in te wonen. Het land nog leeg, de ziel toen vrij, laat het paneel bijna onleesbaar aan de keerzij weten. Is het soms zo'n huis dat men zijn leven lang met nauwelijks in te tomen hunkering betrekken wilde? Stammen liggen aan de bosrand in de oksel van twee paden. Onverzaagde broden, hoog gestapeld voor het nieuwe jaar. En juist toen iemand zei, hoor de schreeuw van de fazant. Kerf nu de namen in het hout dat morgen weer verbrandt. Zei iemand anders iets over een vroeg banket, een laat souper. En dat men al een eeuw of langer wachtte in het grijze landhuis met de luiken. Daar tussen platanen zonder blad. Waar onveranderlijk een sneeuwig licht opvalt.